Vrienden, ik wil eigenlijk iets zeggen tegen de twijfelaars onder jullie. Er zijn er, want er moeten er zijn. Want er zijn nu weer, ik lees het overal, er zijn weer twijfelaars. En ik begrijp dat ook wel een beetje, want luister eens even goed. Jullie hebben natuurlijk de afgelopen tijd een kabinet gehad dat stond stijf van het twijfelen. Nederland is een soort twijfelland geworden. Ja, moeten we nou wel of niet beginnen met vaccineren? Twijfel, twijfel, twijfel. Gaan we wel of niet versoepelen? Twijfel, twijfel, twijfel. Ja, die allemaal. Moeten we wel gaan boosteren of niet? Twijfel, twijfel, twijfel. En zo verder en zo verder. Maar goed, wat hebben we nu gehad? We hebben dus dan de twijfelaars gehad. Die gingen twijfelen over of ze wel of niet gevaccineerd wilden worden. Nou, oké. Okay. Die kwamen dan uiteindelijk, gingen die over de streep. Oh, hippiep, hoera. En wat waren we blij. Maar wat gebeurt er nu dan met die twijfelaars? Die moeten de booster krijgen en dan gaan ze weer twijfelen. Oh, vrienden, dan heb je 2 injecties gehad. En dan ga je gewoon weer twijfelen of je een derde wil hebben. Nou, ik moet eens luisteren. Ik ging in het verleden helemaal uit mijn plaat. En werd ik boos, maar dat doe ik niet meer. Ik wil jullie alleen maar een beetje een gedachte meegeven, vrienden. Wat denk je van mij vroeger? Vroeger, zwemles, dus stond je op de rand van het diepe en dan moest je daar ineens inspringen. Oh, zou ik toen getwijfeld hebben? Ja, ja, maar die leraar zei gewoon, en nou, hup, erin. En daar ging het ventje. En ik ging erin. En zo zit het. Soms heb je niet de luxe, maar ook zeker niet de tijd om te twijfelen. Daar is het nu de tijd niet voor. We zitten in een crisis, vrienden. Dus ja, sta je op het zebrapad. Sta je op het zebrapad. Er komt een auto aan. Oh, oh, oh. Je spreekt opzij. Je hebt geen tijd om te twijfelen. En dat is het gewoon. En vrienden. Twijfelaars van de booster. Nogmaals, ik geef het even mee als gedachte. Er zijn dingen in het leven die moeten soms vervangen worden. Ja, soms moet je gewoon wel eens even een band oppompen. Die raken wel eens leeg. En die pomp je dan gewoon weer op. Zo moet je dit ook zien. Zo zit het gewoon in elkaar. In de zomer, de zonnebrand. Ja, die smeer je op. En de volgende dag smeer je het weer op. Ja, sommige dingen moeten vervangen worden. Ja, wat denk je van de dames die hun haar verven? Ja, dat blijft een maandje, dat blijft eventjes. En dan, het grijs komt erdoor. En dan moeten ze weer verven. Ja, zo zit het leven nou eenmaal in elkaar. En denk je van, wij zijn papier. Ja, dat raakt ook wel eens op. Ja, en dan moet je dan ook weer vervangen. En zo moet je deze prik ook zien. Dus beste vrienden. Beste boostertwijfelaars, het is nu geen tijd om te twijfelen. Nee, doe als ik. Doe als een kleine ventje. En spring in het diepe.